Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog voor de mensen die niet kennen in slaap voor. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op de abonneer knop te klikken. We zijn bijna bij de 30k, misschien heb ik al de 30k gehaald. Hier, daar is Stan. En misschien heb ik wel ondertussen al 30k gehaald, dat zou al helemaal geweldig zijn. Het is natuurlijk nu vandaag maandag. Ik heb deze week weinig les, morgen is Koningsdag. Woe! Ook als merk van deze Koningsdag. Hé, dit is een rode shirt, merk ik nu. Maar ja, die ga ik niet aandoen. Ja, ik ben dus nu bij Stan. We gaan zo meteen even lekker sporten. Ik ga nu eerst even een koffietje maken. Daar heb ik super veel zin in. Oh, er zit geen water meer in. En ja, het is, deze week heb ik eigenlijk alleen donderdag les. Morgen, vandaag heb ik geen les, maar ik moet wel de hele dag aan school zitten. Ik heb morgen om deadlines. En morgen is Koningsdag, dus dat is ook wel leuk. Wil jij ijskoffie of normale koffie? Doe maar ijs. Jij? Nee, ik wil normaal. Dat is wel achter. Maar ja, dus op zich wordt het wel een leuke week. Wat zin in. En de terrassen gaan ook open deze week. Dus ja, misschien ga ik wel even een terrasje pakken. We will see. We gaan het allemaal zien. En de avondklok gaat weg. Dat is ook al top. Oké, het is inmiddels 3 uur. Ik heb me even opgemaakt. Ik heb net een filmpje opgenomen voor school namelijk. Ik moest een filmpje opnemen. Ja. Voor een schoolopdracht. Dat is net gedaan. Heb ik ook al geëdit. En ik moet nu ook nog een heel portfolio met dagreflecties maken. Helemaal geen zin in. En dat moet ik allemaal vandaag en vanavond en morgenochtend misschien een beetje doen. En ik ga ook nog vanmiddag mijn nagels laten zetten. Daar heb ik echt heel veel zin in. In Alphen. Bij meisje dus. Dat ga ik om 5 uur doen. Ik heb net even zo'n suizenbroodje op. Echt slecht wel. Maar mijn moeder kwam daarmee. Ik kan natuurlijk geen nee zeggen. Ja. Ik moet ook nog een pakketje op de post doen. Dus ik heb trouwens echt een flare aan en een overfluss shirt. Het is no fashion today. Het is inmiddels 4:30. Ik heb net een pakketje op de post gedaan. Ik had namelijk voor jullie een winactie gedaan met een stronger legging. En ik was gewoon helemaal vergeten. Ik had al lang de winnaar bekendgemaakt. Om het pakketje op de post te doen. Gewoon helemaal vergeten. Dus ik heb dat net op de post gedaan. En het is nu bijna tijd om... Nou, het is nu gewoon tijd om naar de nagels te gaan. Dus ik ga lekker mijn nagels laten zetten. Helemaal zin in. En ja, dan ga ik nu heen rijden. Het is echt zo mooi weer. Morgen wordt het net zo mooi weer. Dus ik heb helemaal zin in morgen. Trouwens, morgen is Koningsdag, ik weet niet of ik gezegd heb. Maar we gaan met z'n allen bij ons de plas op met allemaal boten en zo. Dus het wordt echt één groot dik feest. Helemaal zin in. Oh my god, guys! Kijk how pretty. Ik ben er echt heel erg blij mee. Met een rood randje erom. I love it. Oh my god guys. Het is inmiddels om 1 uur. Ik ben nog steeds niet klaar met mijn portfolio. Maar ik ga morgenochtend verder. Mijn kamer is ook één troep. Ik word er scheid en scheidfiek van. Oh my god. En mijn bed ook al. En het kutte is ook gewoon, je gaat het niet om 1 uur 's nachts opruimen. Maar het komt ook zo weinig thuis ben. Ik slaap alleen maar bij Stan. Omdat hij vrij heeft. En ik heb wel gewoon dingen te doen. But I'm a stupid bitch. Nee. Morgen is Koningsdag. Dan slaap ik ook weer bij hem. En woensdag ga ik denk gewoon even een keertje thuis slapen. Want ik slaap eigenlijk maar woensdag bij hem. Maar dat ga ik echt niet doen. Ik... gaat het waarschijnlijk toch wel weer doen, maar... Nee, trouwens helemaal niet handig, want ik heb donderdag gewoon heel erg les. Oké, dit is echt niet een boeiend gesprek. Wat op neerkomt, is dat ik fucking moe ben. Het 1 uur 's nachts is. Morgen Koningsdag is en ik weer mijn kop er waarschijnlijk ga afzuipen. Dus misschien wel een beetje fit kan zijn. Wel handig. Ik ga denk heel snel een beetje mijn kamer opruimen, want anders kan ik niet slapen. Ik ben een autist. En... ja, ik ga even plassen nog. En ik heb zo weinig gegeten vandaag. Ik ben zo druk geweest. Ik heb al geen tijd gehad om te eten. Ik heb letterlijk 1 sausagebroodje op en avondeten. Ja, ik ga snel een beetje opruimen. En dan ga ik echt naar mijn bed toe. Oh my god.
Ik wilde morgen eigenlijk ook nog een rondje fietsen. En dit kan op zich wel als ik op tijd klaar met mijn school ben. Dus ik wil wel gewoon 9 uur mijn wekker zetten. Dat komt wel goed. Nou, het is inmiddels 2:30. Ik heb wel mijn kamer opgeruimd, dus dat is positief. Tadam, liggen daar alleen nog pakketjes, maar een statief is dan altijd. Helemaal weer netjes. Helemaal top. Mijn outfit voor morgen, die hangt al klaar. Lekker oranje lingerie setje van Lounge. Love it. En ik heb dus een oranje trui. Dat wist ik helemaal niet. Mijn nagels zijn semi-rood-oranje. Het is meer rood, maar... I love them so much. Helemaal happy mee. Good morning. Het is vandaag Koningsdag. Woo! Happy King's Day, everybody. Ik heb deze oranje trui aan vandaag. Ik heb leuke nagels. Ik heb hier gewoon een legging bij aan. En mijn Dr. Martens. Die heb ik echt nooit meer aan. But I like. En dan doe ik er een jasje overheen. Ik ga snel mijn schooldag inleveren. Wat eten. En dan ga ik Isabel ophalen. Jongens, avontuurvlog door de bosjes. Freek in het wild. We zijn zeg maar op de boot, maar wij meiden moeten natuurlijk plassen. Dus we zijn hier even een leuk plekje in het bos aan het zoeken. Ik maak nu de tocht mee, oké? Ja, mensen willen dwalen alleen maar meer af. Wat zijn we nou aan het doen? Ja, hier kun je net goed nu gepast worden. Hier. Ja, maar je zit op een boot, we kunnen gewoon niet plassen. Ik ga trouwens ook even vloggen op de boot hoor, want het kan echt niet. We zitten nu op de terugweg naar de feestboot. En hier zijn mensen ook allemaal aan het feesten. Isabel! Hoi! Hier is Isabel jongens, daar ergens. Jullie vinden Isabel heel leuk, daar is Isabel. Hey ouwe lul! Hey, de ballen! Laat zien die ballen! Oké, en dan hebben we ons lekker. Dat is hier onze boot. Daarachter. Waar staan we nou? Jongens, waar zijn we? Oh, daarachter. Kijk jongens, wij staan helemaal naar achter. Daar. Jongens, we zijn op de boot. Oh my god. Lekker zuipen. En hier allemaal mijn feest hier. Oké, wie is er dan bij mij niet op zo'n goeie? Nee. Ik ga helemaal stuk. We zijn een spel aan het doen. Baby! Dit is mijn baby. Dit is mijn baby. Dit is mijn liefste vriendinnetje. Mijn schatje. Mimi! We hebben zo'n mooi spel. We hebben zo'n mooi spel. Dat is niet normaal. Woe! Wie is er nu weer leuk, hè? Wie is er in de beer? Oké, pluk opnieuw! Ik wil aan de beurt zijn! Niemand, dit loopt helemaal door in de soep. Dus je mag wachten tot je aan je mag. Ja! Jammer dat het wel aan, oh jawel. Doorgaan! Woee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 e
gaat de hele tijd fout op plek. Nina! Straf mij! Jongens, het feest is voorbij. En we gaan met Stanse boot lekker richting huis. Mooie zonsondergang. Nou, goedemorgen. Het is vandaag donderdag, the day after. En het is bijna al 8:30 s'avonds. Wat heb ik allemaal voor vlekken op mijn hoofd. Goedemorgen zeg je ook, hè? Ja, ik zeg goedemorgen. Ik heb een katerdag gehad vandaag. Ik heb niks gedaan. Stan die moest al werken om 6:00 tot 12:00 gelukkig. Vandaag mocht je de terras op. Ik dacht ik ga misschien wel even een terrasje pakken, maar nou ja. Nee. Ik heb vandaag de hele dag in bed gelegen. Ik ben vannacht... Niet waar. Bijna de hele dag. Ik ben vannacht van de trap gevallen. Dus ik heb een hele pont en blauwe been. En een open knie. En... Wat hebben we vandaag nou gedaan? Oh ja, de boot schoongemaakt. Ik heb Isabel naar haar auto gebracht. Spelletjes gedaan. Op zich was het niet een hele stomme dag, maar... Gewoon een chill dagje gehad, hé. Jawel, maar het is gewoon kut dat je kater hebt. Ja.
Ik voelde me altijd gewoon kut. Ik heb ook niet de weekvlog online gekregen. Dat is ook gewoon kut. Dus ik moet gewoon nu nog in de avond editen. En dan morgen online. Ik heb morgen de hele dag online les. Daarna moet ik werken. En ik moet ook nog een video voor zaterdag verzinnen. Dus ik weet het dan even niet meer. Ik zit er even helemaal doorheen. Ik vind alles helemaal kut. Ik heb alles een kater. Heb ik nergens zin in. Nou, ik heb zo'n dikke kop als ik er zo bij lig. Nou, ik weet niet wat dit is, maar het is niet goed. Ik heb vandaag ook gewoon niet gevlogd. Dus alles wat omtrent mijn YouTube kanaal bevat, dat is gewoon kut gegaan. En dan voel ik me nog kutter. Maar ja, ik ga nu even editen. Zometeen gaan we naar beneden oogappels kijken. Dat is een serie op tv. Dat is echt fucking leuk. En ja, morgen, ik blijf weer slapen. En dan morgenochtend ga ik vroeg naar huis. Want ik heb gewoon de hele dag les. En ik moet werken. Dus, nou ja, wat een kut vlog. Dag. Ik heb deze week echt fucking slecht gevlogd voor mijn gevoel. Het is ook nog maar woensdag. Maar ja, morgen kan ik ook weer niet vloggen. Ik weet ook nog niet. Ik wil dit weekend eigenlijk even een terras pakken. Misschien met Isabel en Bo. Zelfs gezellig. Dus we gaan het allemaal zien. Let me know of jullie een leuke koningsdag hebben gehad. En wat je hebt gedaan. Wij hebben echt een super leuke dag gehad. Het was zo, zo perfect weer. Het was een lekker zonnetje. Heerlijke temperatuur. Het was super gezellig met iedereen. Dus we hadden echt een geslaagde dag. En ja, let me know wat jullie hebben gedaan. En of het leuk was. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer donderdag. Echt, dit is de meest chaotische week in mijn leven. Ik kwam er helemaal niet tegen. Ik ben helemaal van apropos. Het voelt vandaag echt als maandag. Gisteren was het echt zondag. Ik dacht ook gisteren oprecht toen ik wakker werd dat het zondag was. En dat dacht ik echt een paar uur lang. Tot ik opeens besefte van, het is niet zondag. Het is gewoon woensdag. Want dinsdag. Die koningsdag heeft me helemaal in de war gegooid. En ik was wel lekker weer. Ik had een aardig drankje op. En ja, daar heb ik gewoon geen zin meer in. Ik heb echt gemerkt dat ik denk, het was zo leuk, maar ik weet niet, ik voel me er zo kut bij. Ik heb echt, ben niet gewend om heel de tijd zo te drinken. En het is echt wel leuk, maar mijn hele week is gewoon naar de kloten. Ik zit aan mijn weekvlog te editen en alles gaat zo lekker op een rijtje. Lekker elke ochtend gesport en dit en dit. En nu, alles is gewoon kut. Het is gewoon donderdag. Ik heb geen ritme. Ik wil eigenlijk douchen. Ik voel me fucking hoor. Maar ik moet de weekvlog editen. Ik was gewoon helemaal gek in mijn hoofd. Echt, jongens, sorry. Het spijt me voor deze meest chaotische vlog ooit. Maar ik ben zelf ook helemaal de tel kwijt. Ik ga dit weekend echt niks doen. Ik heb echt nergens zin in. Ik weet echt nog niet wat, maar wat een gezeik. Zo, ik heb eventjes lekker lunch gemaakt. Ik heb maiswafels met cream cheese, sriracha, kipfilet, veldsla, tomaatjes. Helemaal lekker. En ik moet nog iets kijken voor school. Oh my god, dat is helemaal. Dus dat ga ik nu doen. Het is inmiddels 4:30, jongens. Ik moet echt nu naar mijn werk. Ik heb echt net pas ben ik klaar met les. Dus ik moet echt haasten. Ik moet echt snel. Dus nou ja, ik heb echt geen idee wat ik kan zeggen. Ik ga er nu vandoor. Alright, het is inmiddels al avond. Het is bijna 10:30. Ik heb gegeten en heb gewerkt, gegeten. Toen even mijn moeder op de bankje door mij had gekeken. Ik heb het zo vreselijk koud. Echt, gadsverdomme. Ik moet nog even een paar dingetjes regelen op mijn computer. Dan ga ik zo meteen lekker mijn bedje in. Ik ga mijn make-up eraf halen en zo. En dan was het alweer de dag. Morgen is het gewoon al vrijdag. Jongens, echt, what the fuck. Dit is zo'n rare week. Oké, ik ga erover ophouden, want ik ga er ook niet wat over zeggen. Dat is ook irritant. Maar ik ga even een paar mails beantwoorden en zo. Oké, jongens, dit is echt de meest kere constructie ever. Ik hoop dat het blijft staan. Het is inmiddels avond. Het is bijna 12:00. Ik wilde hem eigenlijk klaarmaken voor bed. Maar ik ga nog even een nachtolie opdoen. Oh, dit was eigenlijk te veel. En wat ik dus even wilde doen. Ik had dus even een filmpje gekeken. Met hoe je die steen voor je gezicht moet gebruiken. Wat je dus moet doen met dit ding is ongeveer 10 keer bij elke kant zo. Ik ga het nu niet 10 keer doen, maar ik ga even laten zien.
En dan moet je dus zo. En het moet niet rood worden, zei ze. En dan gewoon zo. Maar ik kan ook zo. Nee, wacht, dat is niet waar. Zo, met deze kant. Ik weet het ook niet. Ik weet niet meer, ik heb het gezien, maar... Oh nee, zo zei ze. Maar ik heb hier dus alweer een puist op mijn kop, godverdomme. Oké. Dit is echt niet boeiend. Het gaat me vooral echt om een kaaklijn, jongen. Ik hoop hier echt een kaaklijn van te krijgen. Natuurlijk krijg je ook een kaaklijn als je afvalt. Waar ik ook mee bezig ben. Maar ik hoop gewoon even dat die fucking kaaklijn weggaat. Oké, ik ben echt een tyfusmogol. Oh ja, ze zei ook dat je dit kon doen. Zo. Oké, ik ga dit gewoon een tijd proberen en kijken of het helpt. Dit is de before. Nee, wacht, niet goed zitten dan. Dit is before. So let's see if it will work. Ik heb net heel de tijd mails beantwoord. Ik heb dingen voor samenwerking geregeld. En ja, dat voelt goed om lekker... alles gedaan te hebben wat gedaan moest worden. Morgen heb ik een hele drukke dag. Ik moet vroeg op weer dingen voor samenwerking regelen. Daarna ga ik een rondje lopen met Bo. Daarna ga ik onder de zonnebank. Daarna ga ik me klaarmaken. Daarna ga ik video filmen. Daarna ga ik video editen. En daarna ga ik werken. Nou, het is echt een tijdsplanning waar je u tegen zegt. En een planning die ik waarschijnlijk ook niet af ga krijgen. Dus nou, we gaan zien hoe ver we komen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik ga zo meteen een rondje lopen. En dan ga ik naar de zonnebank met Bo. Ik ga eerst even koffie zetten. Because we love some coffee. Nee! De havermelk is op. De havermelk is op. Please don't say. Thank God. Ik gebruik de laatste tijd deze havermelk. En deze is wel echt, ik zweer het lekkerst. Maar deze is wel een stukje ongezonder. En ja, dat proef je ook gewoon. Die van Alpro, die barista haver, zit er minder calorieën in. En die is iets wateriger. En deze is net wat voller. Daardoor is hij wel lekkerder. Wat heel grappig is dat ik vroeger... echt, mijn ouders haten op hun eten. Want mijn ouders eten super gezond. In ieder geval, wij eten ook echt gewoon. Bijvoorbeeld gisteren hebben we gewoon nachos gegeten. Zo'n nachos schotel en zo. Ik bedoel, niet super gezond. Ze hadden, maar het komt niet voor dat wij snel naar de snackbar gaan. Of friet. Ja, soms ook wel een frietje. Maar we hebben niet echt standaard frieten. Friet of patat of pizza of pannenkoeken. Als dat eten is echt speciaal, zeg maar. En... verder hebben wij echt altijd gewoon gezonde dingen in huis. En eerst haat ik dat echt, want als puber weet ik alleen maar chips vreten en koekjes eten. En dat hadden wij nooit. Maar ja, nu ik een beetje aan het afvallen ben, is het chill. En je moet niet denken van, jezus, helemaal vet aan het afvallen. Dat ook maar niet. Ik bedoel, met Koningsdag heb ik ook gewoon gezopen en gegeten en zo. Maar ik probeer gewoon nog wel op mijn voeding te letten. Want één, ik voel me er veel en veel beter bij als ik gezond eet. Ik voel me gewoon veel lekkerder in mijn vel. En ik voel me gewoon chiller erbij. Twee, ik wil wel gewoon even net iets strakker voor de zomer. En drie, als ik dat iets lekkers mag eten, dan geniet ik er extra van. Ik ging zo vaak naar de McDonald's, dat het gewoon... die lekker weer was. Zeg maar, dat ik het zo vaak op had dat het dan niet speciaal was. Nou, en als je dat hebt bij de McDonald's, dan weet je dat het finaal fout gaat in je leven. Ik lijk ook echt zo dik in deze trui. Het valt echt wel mee, jongens. Hij is gewoon vet oversized. Oké, maar ik ga even mijn koffietje zetten. Ik ben veel te veel uitgelopen met mijn planning. Ik heb me dus eventjes opgemaakt.
En ik heb echt een meest simpele outfit ever aan. Maar ik ga nu een shoplog filmen. Maar er is eerst een pakketje binnengekomen dat ik echt heel graag wil laten zien. Ik ga zo meteen toch de video filmen. Dus ik dacht, ik doe het even in deze setting. Maar wat ik dus heb ontvangen is van Social Friends de camera waar ik nu mee film. Dus ik heb een super leuke samenwerking met Canon. Ik krijg heel vaak de vraag, met wat edit je? Met wat vlog je? Ik wil beginnen met vloggen. Welke camera moet ik kopen? De camera die ik zelf heb, het is echt een van de bekendste vlogcamera's. En ik ben er zo ontzettend blij mee. Hij is zo chill. Het is de Canon G7X Mark II. Volgens mij heb ik die ook nu. Of het is Mark III, dat weet ik niet. En wat het chill is, is dat ik zo meteen een shoplog ga filmen. En dan kan ik vanuit twee hoeken filmen. Dan ga ik één hoek filmen dat ik de outfits goed laat zien. En de andere film dat je mij goed als persoon ziet. Want ik heb heel vaak dat ik film. En dan moet ik elke keer die camera verzetten. En weet ik het allemaal. Dus hij heeft automatisch focus. Een opklampschermpje. Ik heb superveel instellingen voor belichting en zo. Maar je kan ook, als je er niks van snapt, gewoon de standaard dingen aan kiezen. Ik vind het echt de beste vlogcamera ever. Hij is super compact. Lekker overal meenemen. En ja, ik heb er dus nog één gekregen. Echt, nou, super chill. Dus check even de link in de beschrijving als je er interesse naar hebt. En het is wel, hij is rond de €600 geloof ik. Dus het is wel een investering. Maar het is nog een, ja, goedkope camera. Ik bedoel, je hebt camera's, vlogcamera's, die zijn echt zo duur. Dus ik zou je wel echt aanraden, wil je een YouTube kanaal beginnen, koop deze camera. Want telefoonvloggen, het kan. Ik heb het zelf ook mee begonnen om het even te kijken hoe het gaat. Maar ben je er echt serieus in? Ik heb zelf ook gemerkt, naarmate ik de camera echt aanschafte, word je gewoon meer views bekeken. Het ziet er gewoon meteen professioneler uit. Mensen nemen het meer serieus. Dus ja, het is even een investering. Maar je hebt er echt superveel aan. En stel je wilt bijvoorbeeld gewoon vloggen voor jezelf. Wat ik echt sowieso zou doen. Al zou ik geen YouTube kanaal hebben, zou ik alsnog gewoon mijn vakanties vloggen. En weet ik het allemaal. Want dit is zo leuk om terug te kijken, jongens. Ik kijk nu vlogs terug van een jaar geleden. En oh my god, het is zo leuk gewoon. Echt niet normaal. Oké, maar in ieder geval, let's open this up. Oh my god, het zit zo leuk verpakt. Ik zie het al. Tadaan. Oh mijn god, er zitten fucking chillen. Oh my god. Oké, ik heb nu de PowerShot G7X Mark III. Dit is dus een nieuwere versie. Ik heb de Mark II, dus ik ben heel erg benieuwd wat het verschil is. Dus de camera hier. Dan zit er een super chill statief bij. Een tripod. Oh my god. Dit is zo handig voor in het filmen van een auto. Voor een mukbang. Ik heb er dus een gekocht. En die was kapot gegaan. Echt super snel. Het was ook echt €20. Dus logisch. Oké, ik ga even kijken. Maar dit ziet er echt vet goed uit. Holy shit. Het is zo chill, jongens. Oh my god, ik kan hem ook langer maken. Maar dit is de stopper in een auto. Dat je hem zo neer kan zetten. Je kan hem dus ook langer maken. Oh, dit is echt een vet handig ding. Ja, dit vind ik echt, oh my god. En dan zie ik hier. Hey Sarah, heel veel plezier met de camera. We kijken echt naar je content. Thanks, Social Friends. Ik heb dit trouwens via Social Friends. Dan zit hier een camera bij. Een microfoon. Maar ik weet dus niet, en ik weet niet of dat op deze wel kan, dat je een camera kan aansluiten op je vlogcamera. Ik wist niet dat dat kon. Oh my god, en zo chill. En ook een SD-kaartje. Deze heb ik zelf ook. Deze is echt super chill. Oh, heel erg chill voor in die camera. Helemaal niet over nagedacht. Nou, wat een leuke ding allemaal. Oké, laten we maar snel die camera openen, want daar ben ik het meest benieuwd naar. Dit is dus de nieuwere versie. Ik heb zelf de Mark II, dus ik ben heel erg benieuwd, zeg maar, of ik het verschil ga merken. Dan heb ik ook weer een extra oplader. Dat is ook super chill. En een snoertje. En dan de camera zelf. Oh, hij ziet er wel iets anders uit. Oké. Hij ziet er bijna hetzelfde uit. Alleen zit hier een grotere microfoon. Oké. Oh, de batterij moet er natuurlijk wel in. Best wel handig. Dit is zo chill. Gewoon helemaal gloednieuw. Ik heb zelf ook 64 gigabyte. Daar kan je best wel veel mee filmen.
Dus dat is super chill. Deze alweer bijna een keer kapot gegooid. Dus ik ben zo onvoorzichtig. Oh, alles voelt echt nog zo lekker schoon en nieuw aan. Even kijken hoor, hoe dit allemaal zit. Oh, dit ziet er ook iets steviger uit. Want dat is dus het probleem wat ik had bij de Mark 2. Dat dit niet zo heel stabiel was. Wow, het verschil is echt... Het verschil ziet er echt heel anders uit. Wat? Hè? De camera lijkt ook net even iets groter. Ziet er heel chill uit. I like it. Hier zit veel meer... Hier zit heel wit. Komt dat door mij? Nee. Oké, ik ga nu verder filmen met deze. Wow. Dit is echt niet normaal hoe goed beeld. Oh my god. Je kan ook kiezen voor background blur. Zit er effect op deze camera? Ik wist niet dat het bestond. Hoe zit dat in elkaar? Background blur. Oké, dit vind ik echt heel ziek. Oh my god, ik ben hier zo blij mee. Dit is zo chill. Jullie moeten... Ik raad je echt aan. Wil je een camera kopen op de Mark 3? Want hij ziet er echt zoveel beter uit. Ik weet echt niet. Oké, nou jongens. Ik heb net een shoplog opgenomen. Ik film nu met mijn nieuwe camera. Zien jullie verschil? Ik wel. Ik vind het echt top. Ja, het is echt niet normaal veel. De video staat ook al online. Dus check it out. Het is één tiefsel hier. En ik moet echt nu naar mijn werk. Ik heb ook niet eens gewoon een broek aan. Oh mijn god. Ja, ik heb gewoon geen tijd om dit op te ruimen. En ik moet ook nog editen. Dus het wordt helemaal drama weer. Ik heb trouwens net dus ook gefilmd met de microfoon. Deze camera die ik nu gebruik, dus die ik nieuw heb. Die heeft dus dat je een microfoon kan aansluiten. En de Mark 2 heeft dit niet. Dus dat is ook wel een heel groot voordeel. Nou jongens, ik ben inmiddels terug van mijn werk. Ik ga nu de video snel editen proberen, zo snel mogelijk. Want Stan, die komt er zo aan. En anders ben ik heel de tijd aan het editen als hij erbij is. Dus ook niet leuk. En ik heb lekker een stukje lasagne. Ik heb echt een super groot stuk gepakt. Want ik heb echt niet normaal veel honger. Ik heb vandaag 4 crackers op en heel de tijd gewerkt. Het is 8:30. Dus ik dacht, ik ga er lekker voor. Weet je, waarom ook niet? Goedemorgen, want het is vandaag zaterdag. Ik heb net de video helemaal geüpload en al. Helemaal top. Ik ga zo meteen gezellig lunchen met Isabel, want het kan weer. En daarna gaan we naar onze opa. Die zit namens een verzorgingshuis. Dus we mogen eindelijk weer met 2 mensen bezoeken. Dus kunnen we samen even langs. En mijn nagel is afgebroken. Daarna ga ik naar een nagel girl. Hoe zeg je dat? Niet in een salon. Dus in een salon is gewoon even thuis, meisje. En ze gaat even fixen. Dus, that's my day. Ik ga vanavond nog niet echt wat doen of zo. Ik heb echt geen idee. Maar ja, morgen wil ik de hele dag kleren op Vinted zetten en zo. Dus ik ga denk ik niet echt iets doen. Even klaarmaken, douchen, alles. Nou, ik heb me net even opgemaakt. En ik heb een top aan van Chiquelle. Dat is een heel leuk topje. Wat dikker, van een wat dikker stofje. Broek van H&M. Blazer trouwens van Naked. En schoenen van Concord Fashion. Ik combineer dit leuke groene tasje van de Savoel shoplog van gisteren erbij. To spice up some color. Nou jongens, het is een feit. We zitten weer op het terras. Echt, dit is mijn eerste keer. Ik heb lekker een carpaccio wrap en ik had een koffie. Zelf een club sandwich. Wat een leven. En nu schijnt toevallig de zon niet. Maar net scheen heerlijk het zonnetje hoor. Maar ja, we zitten hier oh, prima. Oh, dit is een nieuwe vlogcamera. Alright, ik ben weer thuis. Het was echt heel erg leuk om mijn opa weer even een keertje te zien. Want ik had hem echt vet lang niet gezien. Omdat je dus in een verzorgingshuis maar met 1 persoon mocht komen. En mijn opa, ja, die is heel erg dement. Dus die snapt niet echt als ik daar mijn eentje aankom. Dan komt er heel weinig uit. Het is een beetje awkward. Dus ja, het was leuk om samen met Isabel te gaan. Isabel is mijn nichtje, by the way. Waarschijnlijk kennen jullie veel van haar als, als een vriendin van mij, maar het is ook een nichtje. Dus we hebben dezelfde opa. Ik ga even een koffietje zetten. En dan ga ik even lekker chillen. Oh my god, er is net echt zo'n leuk pakket binnengekomen van Pull & Bear. Ah! En wat het dus is...
Ik ben namelijk gevraagd door Denise van het YouTube-kanaal. Die is Denise, oh, nou, misschien ken je haar wel. Om te filmen voor haar voor een serie van haar YouTube-kanaal. Waar zij andere YouTubers een outfit voor haar laat shoppen. Dus ik heb een superleuke outfit voor haar geshopt bij Pombeer. Ik ga zo meteen kijken hoe het eruit ziet. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb ook 2 items voor mezelf besteld, want dat mocht erbij. Een witte broek en wat sandaaltjes. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat zit. Vanavond gaan wij... Ik ga een stuk de reden voorbij. En ik zat me heel graag aan te kijken. Vanavond gaan we hamburgers eten. Maar omdat ik op gezonde tour ben... dacht ik, ik had het op TikTok gezien, dat iemand in plaats van een broodje, het broodje vervangde met sliced tomaat. Dus ik ga nu even een tomaat halen, een grote tomaat, dat ik daar plakjes van kan snijden en daar tussen mijn burger kan eten. Nou, dat is toch wel gewoon een stuk beter. Dus ik ga nu even naar de supermarkt rijden en ga ik het verhalen. En dan ga ik zo meteen even naar de items kijken. Ik ben echt zo benieuwd. Vanavond ga ik niks doen. Ik ga denk ik alvast beginnen met het opruimen van mijn kast. Want morgen komt Stan hier gezellig eten. En mijn ouders gaan namelijk een nachtje weg. Dus ik kom gezellig hier een nachtje. Dat is wel leuk. En ik zag verder ook op TikTok een recept van een Turkse pizza. Maar dan best wel gezond. Dus ik ga morgen ook daar boodschappen voor halen. En dan gaan we morgenavond gezonde Turkse pizza's maken. Ik hoop dat ik de TikTok nog heb. Dus ook hierin plaatsen. Dan kunnen jullie het ook namaken als jullie dat leuk vinden. Even snel tomaten halen. En dit is trouwens met mijn nieuwe camera gefilmd. Ik hoop dat het ja gewoon wat betere kwaliteit of zo. En ik hoorde dus dat er best wat problemen zijn met scherpstellen van deze camera en zo. Tot nu toe heb ik dat probleem nog niet, dus ik hoop dat het zo blijft. But you will never know. Oké, ze hadden dus geen vleestomaten. Dus ja, dit zijn eigenlijk de meest grote tomaten die ik heb gevonden. Dan doen we het hier maar mee. En dan ja, maak ik anders wel gewoon meerdere patties. Dus ja, we gaan het hier maar mee proberen. Oké, jongens. Ik heb even de outfit aangetrokken van Pull & Bear die ik heb geshopt. Echt, oh my god, I love it. Ik heb deze top. Ja, dit is gewoon een topje die ik zelf al had. Maar ik heb even opnieuw besteld, want er zat bij mij dus een gat aan de zijkant. Dan deze vet leuke mom jeans. Kijk hoe leuk. Hij zit echt perfecto. Ik heb hem in de maat 40. En deze sandalen. Echt, oh my god. I freaking love it. Ja, ik vind dit echt zo erg leuk. I love it. Outfit change nummer 500. Ik heb een sportlegging en een trui aan. Deze super leuke trui van bij Jules Fashion. En ik ga nu lekker mijn eentje een rondje lopen. Ik heb een podcast gedownload. Dus die ga ik ondertussen luisteren. Vind ik heerlijk. Het zonnetje schijnt achter de wolken. Wow, het is echt vet mooi effect. Maar in ieder geval, ja, ik ga. En dan ga ik daar naar mijn kamer brengen. Nou guys, ik heb mijn bureau weer even hier neergezet. Heb ik even wat meer ruimte in mijn kamer. Dit is de logeerkamer. Dit is de oude kamer van mijn broer. En ja, voor als mijn neefje komt slapen, zit het bedje hier. Maar ja, het stond even tijdelijk op mijn kamer zelf. Omdat door corona sliep mijn vader hier. Omdat mijn moeder dus corona had en mijn vader niet. En toen heb ik even een tijdje op mijn kamer gehouden. En ik heb ook helemaal mijn kamer veranderd, jongens. Ik ga even een mini room tour geven. Oké, zo ziet het er dus uit. Hier is de deur als je binnenkomt. Hier heb ik 2 mega kledingrekken staan. En mijn spiegel, which I love. Ja, daaronder staan allemaal schoenen. Hier zijn schoenen en hier zijn nog extra schoenen. Dit ga ik morgen allemaal uitzoeken en op Vinted zetten en zo. Dan heb ik hier, stond dus eerst mijn bureau. Maar ik heb deze blokkast hiernaar verplaatst. En een beetje leuk, ja, het is nog niet helemaal hoe ik het wil hoor. Een leuk plantje, wat tassen. En wat leuke dingen ingezet. En dan ziet deze stond zeg maar eerst daar. Dus dit ziet er nu zo uit. Don't mind the ringlamp. Live of your influencer. Oké, nou dat moet de prullenbak in. Ik heb hier nu dit dingetje met die vaas. Ik krijg altijd een vraag over de vaas en die
bloemen. Of pluimen. Maar die vaas is van een groothandel. De Tika. Dus die kon je niet zomaar ergens kopen helaas. Mijn moeder die heeft daar toegang tot. Door. Mijn moeder heeft daar toegang door aan toe. Geen idee. En dan is dit nu even mijn nachtkastje. Ik weet niet helemaal waar ik mijn luchtjes dus nu moet neerzetten. Ik heb eigenlijk al mijn luchtjes weggegooid die ik niet meer gebruikte. En de rest zit allemaal in die mand. Maar die manden zitten helemaal vol. Dus ik ga hier denk ik even een zwart ladeblokkastje kopen. En dan kan dat iets opzij. Dan kan hier wat extra make-up en zo. Want ik moet elke keer ding weggooien. Omdat het gewoon te overvol is. Hier zijn mijn skincare producten. En hier zit dus mijn make-up in. Tadam. Nou, er staat hier een zak van de Poelmeer. Dat is niks. En ja, mijn bed is één troep. Ik ga morgen mijn bed verschonen. Dus ziet het beter uit. Ik heb dit nu als nachtkastje. Helemaal cute. En ja, mijn boek staat hier. Ik wil in dit ding nog andere foto's gaan doen. En ik heb ook nog andere fotolijstjes die ik hier wil ophangen misschien. Daar ik ook nog andere foto's in wil doen en zo. Dus ja, dit is nu een beetje hoe het eruit ziet. Het is even een stuk ruimer en wat rustiger nu het gewoon zo staat. Nu heb ik ook een soort, ja, heb ik hier gewoon een afgeschermde ruimte met mijn kleding en zo. En gewoon, ja, dat bureau nam echt gewoon mijn hele kamer in beslag. En dan heb ik hier gewoon mijn make-up hoekje en hier lekker slaaphoek. Dus ja, dat is een up. Ik was eigenlijk van plan om nu al wat kleding uit te zoeken en zo. Maar ja, dat is in ieder geval gekomen. Want ik had opeens helemaal de ingeving om mijn kamer te veranderen. Dus dat was opeens het plan. Nou ja, ik heb morgen de hele dag. Dus het komt helemaal goed. Ik ga nu even de zooi hier op mijn bed opruimen. En dan ga ik denk ik even lekker chillen. Want chillen is iets wat ik lang niet heb gedaan. Ik ga gewoon even een filmpje kijken of zo. Nou jongens, goedemorgen. Ik lijk wel een huisvrouw. Het is 10 uur en ik heb mijn hele bed even eraf gehaald. En dan ging ik even schoonmaken. Wassen. Ik ging gisteravond de serie Ginny en Georgia kijken. Fucking leuk. Dus ik ga nu lekker een koffie zetten. Die serie aanzetten. Lekker kijken. Mijn ouders zijn dus een weekendje weg. Dus ik ben vandaag lekker alleen. En zometeen komt Stan gezellig. Dus helemaal leuk. En nou, om 4 uur naar zijn werk. Ik ga eerst allemaal dingen op Vinted zetten. Ja, dan ga ik even douchen en dan ga ik dus alles op Vinted zetten. Dus productieve dag. Helemaal zin in. Jongens, echt, ik zie er niet uit. Ik kom net uit de douche, maar oh my god. Er is net zoiets leuks gebeurd. Ik heb namelijk de 30.000 abonnees gehaald. En ik weet niet, dat raakt me gewoon even, want soms besef ik gewoon, zeg maar, echt niet wat ik allemaal heb en wat ik krijg. En hoeveel van jullie eigenlijk naar me kijken. En ik werk er zo hard voor en het is zo begonnen uit hobby en zo uit passie, omdat ik het gewoon echt zo leuk vind om te doen. En ik spreek gewoon nu uit mijn hart dat ik echt heb van, het is gewoon niet normaal. Ik heb gewoon de 30.000 abonnees gehaald. Het is nooit in mijn dromen wat ik ooit had verwacht. En ik ben er zo dankbaar voor. Jullie moeten echt weten dat ik zo dankbaar ben dat jullie allemaal naar mij kijken en dat jullie me supporten. Want het is allemaal dankzij jullie en het is echt zo dat ik cliché praatje, maar het is gewoon oprecht zo. Als jullie niet keken, dan was dit er allemaal niet. En ik ben gewoon, ja, het is gewoon, soms is het is gewoon een soort normaal geworden omdat het mijn dagelijks leven is. Maar het is echt niet normaal wat ik allemaal krijg en wat ik allemaal mag doen. En ja, ik weet niet, ik vind het gewoon echt super leuk en ik ben jullie allemaal heel erg dankbaar. Dus love naar jullie, echt, I love you guys. Ik wil dat gewoon even zeggen. Ik ben super trots op mezelf. En ik bedoel, dat mag ook gezegd worden. Dus ik ben echt heel blij. En ja, dit is echt een leuke dag. De 30k. Op naar de 40k, naar de 50k. You know. Helemaal happy. In ieder geval, ik ben dus nu mijn kast aan het opruimen. Om alles op Vinted te zetten. En ik begin eerst met mijn normale kast en dan ga ik dat hok induiken. Want dat is een vreselijk hok. En dan ga ik die rekken doen. Dus ik hoop het vandaag om online te krijgen.
Oké, guys, ik heb de hele kast uitgezocht. Het is nu 2 uur. Ja, het is echt niet normaal. Dit gaat allemaal op Vinted. Het is echt fucking veel. Als deze vlog online staat, ja, misschien staan er nog dingen online. Check it out. Ik weet niet hoe snel het allemaal weggaat. En dit is nu finally allemaal een beetje opgeruimd en zo. Ik heb hier ook nog nieuwe kleding dat erin moet. Maar goddamn, dit gaat zo'n klus worden. Jongens, het is 4:30. Ik ben nog steeds niet klaar. Dit is allemaal gedaan. Alleen dit kleine stukje moet ik nog doen. Dus we zijn er bijna. Oh my fucking lord, wat een werk. Oh my god, nou jongens. Alles staat online. Ja, deze vlog is online. Dus het is een paar dagen later nadat het allemaal online staat. Dus wellicht zijn er nog dingen die je kan kopen. Maar ik denk dat ze worden nu al dingen verkocht. Dus wil je de volgende keer snel bij zijn, vergeet me niet te volgen op Instagram. Want op Instagram announce ik everything. Een nieuwe video online. Met Vinted. Gewoon alles omtrent YouTube en weet ik het allemaal. Volg me Insta, want dan blijf je altijd op de date van dit soort dingen. Deze hele megaberg moet ik opruimen. Maar ik ga eerst Stan ophalen nu. En dan gaan we boodschappen doen voor vanavond. We gaan een gezonde Turkse pizza maken. Dus ja, dat is al mijn eerste planning. En dat opruimen, dat komt later wel. Nou jongens, ik heb even boodschappen gehaald voor de Turkse pizza. Ik heb ook dit gehaald. Dit heeft dus maar 70 calorieën per reep. Dus dat is heel handig als ik werk, dat ik even zo'n reep kan meenemen. Maar we zijn nu dus bezig met het maken van de Turkse pizza's. En ja, we hebben hier, dit is een soort platbrood. En we hebben hier een soort gehakt mengsel gemaakt. Ziet er echt heel vies uit, maar het hoort lekker te worden. Dat gaan we nu hier opspreiden en dan in de oven doen. Nou jongens, kijk eens hoe goed. Het lijkt net echt een Turkse pizza. Zit me nu even in de oven. Ik heb eigenlijk geen idee hoe lang. Moet ik even kijken nog. Oké, we waren zo'n beetje vergeten in de oven. Maar, oh. Het vlees is er nu helemaal afgevallen. Maar we wilden eigenlijk nog kaas doen. Maar anders ging het een beetje verbranden. Nou, het ziet er niet heel mooi uit. Maar het is vast wel lekker. We moeten nog even wat saus en groenten en sla zo ertussen doen. En dan is het helemaal klaar. Yoghurt erin gedaan. Ja. Ja, ik heb een beetje yoghurt door knoflooksaus gedaan. Dat het magerder is. Nou, jongens, kijk. Het ziet er niet uit. Maar het zal vast wel heel lekker zijn. We gaan dit even lekker opeten. Nou, gisteravond helemaal vergeten de vlog af te sluiten. We hadden nog Ex on the Beach gekeken. En we hadden nog een soort ijs op van Alpro. Salted caramel met amandelen. En dat is echt super weinig in calorieën. Dus echt super lekker. Het was wel echt bijna 5, 6 euro voor een bak ijs. Dat was wel heel lekker. En ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van de vlog. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je de video leuk vond. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En de notificatie bij aan te zetten. Dan blijf je altijd op de hoogte van een nieuwe video plaats. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!